En, nou, welkom allemaal. Ik ben Corine van der Burgt van Stichting De Omslag. De Vrijwilligersacademie en De Omslag hebben deze webinar georganiseerd. En nou, er zijn een behoorlijk aantal aanmeldingen gekomen. Jullie kunnen niet iedereen zien, jammer genoeg, maar jullie zien wel ons. En jullie zien Roeland van Geuns en de andere sprekers die zo meteen in beeld komen. Als jullie vragen hebben, nogmaals voor de laatste keer, stel hem dan in de Q&A alsjeblieft. Want ik pik die vragen eruit en ik zorg ervoor dat ze ook beantwoord worden als er voldoende tijd is in ieder geval. Dankjewel. Oké, dan zien we jou zo weer terug, hè, Corine. Welkom, Roeland. Ja, hi. Fijn dat je bij ons bent. Dag, Karin. Dag, Corine. Een webinar. We hadden een tijdje geleden het plan om jou weer eens uit te nodigen. Een paar jaar geleden hebben we jou uitgenodigd bij Delta Lloyd Foundation. Om het te hebben over schulden. Schulden in Amsterdam met name. En jou wat te bevragen over jouw kennis en onderzoek hierover. Want jij hebt uitgebreid onderzoek gedaan. En we dachten, het wordt wel weer eens tijd. En toen kwam corona. We hebben het een en ander uitgesteld. En nu dacht ik, het zou wel heel fijn zijn als jij ook met ons in webinar wil. Om eens wat meer te vertellen over hoe staat het nu met financiële zorgen in de wijk. En zou je ons wat geleerde lessen kunnen geven en ook vanuit verschillende perspectieven wat meer willen vertellen. Daarom hebben we ook Don Seder uitgenodigd vanuit politiek bestuur Amsterdam. En Rob van Eupen, die manager aanjager is van de verbondsteams. En Irene van der Landen, die een van de ervaringsdeskundigen is die een jaar behoorlijk wat ervaring heeft opgedaan in een van de pilot buurteams. Roeland, ben ik nog wat vergeten? Zou jij jezelf willen introduceren? Ja, dat wil ik best doen. En ga ik dan maar meteen gewoon door? Graag, graag. Oké. Okay. Ja. Nou, ontzettend leuk dit te mogen doen. Zei het dat ik het liever inderdaad live had gedaan. Maar dat, daar ben ik vast niet de enige in. Dus dat is dan weer enigszins troostend. En ik realiseer me ook elke dag eigenlijk wel dat ik dat vanuit een behoorlijk geriefelijke situatie kan doen. Dus in die zin is de pijn ook wel overzichtelijk. Roeland van Geuns, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2012 mag ik dat doen. Ik mag daar, zoals dat heet, leiding geven aan een onderzoeksgroep van inmiddels 20 onderzoekers. En wij zijn in en buiten Amsterdam heel erg actief op het terrein van onderzoek. Rondom schulden, armoede, et cetera. En niet alleen onderzoek, maar wij denken ook mee met organisaties om hun interventies te verbeteren. Nieuwe interventies te ontwikkelen, et cetera. Ja, het is wel aardig om inderdaad eventjes de vergelijking te maken met, nou ja, dat was volgens mij 7 jaar geleden of zo, dat we daar boven in die Delta Lloyd toren zaten. En nu, 7 jaar geleden, toen zaten we in het begin van het einde van de vorige crisis. De sporen waren nog overal zichtbaar. Werkloosheid was vele malen hoger dan eind 2019. Wie had eind 2019 kunnen voorspellen dat wij nu in deze context en met het verhaal wat ik zo meteen ga vertellen in hoofdlijnen, elkaar met z'n allen zouden zien? Want eind 2019, ik denk dat het goed is om dat gevoel even terug te roepen. Hoewel dat voor een deel van de groepen waarvoor we met z'n allen, denk ik, ons heel erg inspannen. Voor deel van de groep waar we ons voor inspannen, was dat misschien niet een topjaar. Maar voor de overgrote meerderheid van Nederland was 2019 de top van een conjunctuur die we zelden eerder hebben gezien. Mm-hmm. En in die zin is dit een hele andere crisis waar we nu in zitten dan in 2013. 2013 waren we zo ongeveer op het kantelpunt, begon het net iets te verbeteren. En dat was 5 jaar na het begin in september 2018. Het ziet er nu naar uit dat we in een jaar tijd
een duikvlucht naar beneden aan het maken zijn met z'n allen. Waar we in die crisis een jaar of 3-4 over gedaan hebben. Hoewel ik jullie allemaal niet wil overvallen met alleen maar cijfers, is het toch goed om even voor degenen die dat misschien niet al te scherp op het netvlies hebben, een paar cijfers te noemen. En dan ga ik het niet hebben over de coronacijfers, maar over de economische gevolgen van de zogenaamde intelligente lockdown die wij gehad hebben. En met zogenaamd bedoel ik niks denigrerends overigens, om dat even duidelijk te maken. De voorspellingen van alle economische bureaus, zowel nationaal als internationaal, zijn dat we dit jaar met een krimp van tussen de 6% en 7% te maken gaan krijgen. Dat is meer dan we na de crisis van de 30er jaren van de vorige eeuw ooit zijn tegengekomen in vredestijd. We hebben op dit moment ongeveer tussen de 2 en de 2,5 miljoen mensen die afhankelijk zijn van overheidssteun. Los van de reguliere uitkeringen die er al waren. Dus 2,5 miljoen, dat is een derde ongeveer van een kwart tot een derde van de beroepsbevolking is op dit moment afhankelijk van, direct of indirect, van overheidssteun. Dat betekent dat als die mensen die steun niet zouden krijgen, dat wij, ik noem dat maar even, een virtuele werkloosheid in Nederland hebben van tussen de 20% en 25%. Dat is ongeveer de omvang van de werkloosheid die Amerika nu heeft. Dus in die zin is het een, kun je zeggen, een wereldwijde crisis, waarvan de effecten bij ons in Noordwest-Europa voor een groot deel door de overheid op dit moment worden opgevangen. Dat vertaalt zich natuurlijk ook in zaken als consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen. Dat is harder gedaald dan we ooit zijn tegengekomen. En we is in dit geval CBS. En dat is misschien wel het meest opzienbare. De 20% van de huishoudens had in april, volgens rapportages van het Nibud, al te maken met inkomensachteruitgang. Dat zijn cijfers die we niet eerder, althans niet na de Tweede Wereldoorlog, zijn tegengekomen. Om het even heel concreet voor Amsterdam te maken. Amsterdam heeft in de eerste 5-6 weken na het afkondigen van de lockdown ruim 40.000 TOZO-aanvragen gehad. 40.000 zelfstandigen die een beroep hebben moeten doen op inkomensondersteuning van de overheid, omdat hun inkomen geheel of gedeeltelijk was weggevallen. In ieder geval sterker was teruggevallen dan de bovengrens van het sociaal minimum. Het aantal bijstand... 40.000, ja. Ja. Het aantal bijstandsaanvragen moet ik zeggen, was een paar weken geleden al 2 tot 3 keer zo hoog als een jaar geleden. Dat zegt deels iets over vorig jaar. Hè? Vorig jaar topconjunctuur, dus iedereen die ook maar enigszins een kans op de arbeidsmarkt had, die kon aan de slag. Dus die 2 tot 3 keer is de milde aanvang van wat we allemaal gaan verwachten. En nou is het opvallende dat als je al die cijfers op een rij zit, dan zou je verwachten dat we ook meteen al zien dat de betalingsachterstanden en de schuldenproblematiek aan het toenemen is. En daar zien we eigenlijk bijna nog niks van terug. Enerzijds is dat begrijpelijk en verklaarbaar vanuit dus die overheidssteun die er gegeven wordt en vanuit het feit dat mensen, lang niet allemaal, maar een deel van de mensen nog wel buffers heeft. Deels is het ook omdat de toegang tot schuldhulpverlening in ieder geval in de hoofden van mensen, feitelijk was dat niet het geval, maar in de hoofden van mensen minder goed was, omdat men dacht van het zal wel dicht zijn. Hè? De gemeente heeft de kantoren gesloten, dus de schuldhulpverlening zal de kantoren ook wel gesloten hebben. Nou, fysiek was dat voor een deel wel het geval. Digitaal was dat zeker niet het geval. Maar we zien in Amsterdam en eigenlijk in heel Nederland dat er een daling is van het aantal meldingen schuldhulpverlening. Tegelijkertijd zien we wel stijgingen van bijvoorbeeld het aantal mensen wat zich voor voedselpakketten meldt. Dat is een heel gemêleerd gezelschap. Dat zijn deels mensen die het hoofd tot nu toe boven water konden houden door bijvoorbeeld erbij te klussen naast een minimale uitkering. Het allereerste wat gesneuveld is in deze crisis, dat is eigenlijk alles wat in de hoek informeel werk zat. Eigenlijk is dat meteen gestopt. Alle schoonmaakbaantjes zijn gestopt. Alle oppasklussen zijn gestopt. Dus dat heeft mensen meteen voor het dilemma geplaatst van, hé,
Ik kom nu echt helemaal niet meer rond. Maar ook ZZP'ers die geen geld meer hadden en die niet wisten waar ze naartoe konden, et cetera. Dat zien we wel stijgen. Maar als je nou gaat naar de schuldeisers, en dat hebben we gedaan de afgelopen weken, dan zie je dat de betalingsachterstanden bij schuldeisers, zowel in de sfeer van consumptieve als in de sfeer van vaste lasten, dat die nog niet of nauwelijks aan het stijgen zijn. Dus dat is, je zou kunnen zeggen, stilte voor de storm, hoogstwaarschijnlijk. Nou, hoe ziet die storm er dan uit? En dan kom ik daarna op een paar uitdagingen voor de gemeente. Hoe ziet die storm er dan uit? En ik vrees dat dat een redelijk zwart scenario is. En het is aan iedereen die achter het beeldscherm zit om daar een vertaling aan te geven van of dat gitzwart of heel donkergrijs is. Maar als, en dat is de als er of een tweede golf komt of het vaccin blijft lang uit, dan gaan we toe naar een situatie van massawerkloosheid. En massawerkloosheid, die, hè, de voorspellingen van het CPB zijn 600.000-700.000 in een kunstige scenario. Dus een verdubbeling ten opzichte van nu. Maar als dat op een of andere manier verstoord wordt, dan zouden we tot boven het miljoen werklozen kunnen uitgroeien. Dat hebben we in de naoorlogsperiode nooit meegemaakt. Dat betekent dat de groep met een laag inkomen enorm gaat stijgen. Tegelijkertijd is de ruimte om het bestedingspatroon aan te passen veel kleiner geworden dan in de vorige crisis. En de belangrijkste reden daarvoor is dat de woningmarkt toen al een beetje op slot zat. En eigenlijk kun je zeggen, de woningmarkt zit nu helemaal op slot. Dus er is geen enkele mogelijkheid om op relatief korte termijn naar een goedkopere woning te verhuizen. En er zijn ook geen, op korte termijn geen noodvoorzieningen te verwachten. Dus dat zijn signalen dat we niet alleen een grote toename zullen krijgen van het aantal mensen met een zeer, zeer laag inkomen, een grote toename van het aantal werklozen en dus uiteindelijk een grote toename van het aantal bijstandgerechtigden, maar in het verlengde daarvan ook een toename van betalingsachterstanden en schulden. Dat betekent dat er voor de gemeente, en dan kom ik even op de wijntiers, maar voor de gemeente een aantal hele grote uitdagingen liggen. De eerste, allergrootste uitdaging die er is, is hoe zorgen wij ervoor dat we in staat zijn om de aanvragers van een, ik noem het maar eventjes, zodat iedereen weet waar het over gaat, bijstandsuitkering. Hoe zorgen we ervoor dat die enorme stroom aan bijstandsuitkeringen zo snel mogelijk niet alleen wordt behandeld, maar toegekend en tot betaling wordt overgegaan. Omdat in de vorige crisis hebben we gezien dat als je daar langer dan een week over doet, dan komen mensen in de financiële problemen terecht. En dat roept de vraag op, zouden we niet kunnen overwegen om de bijstandsuitkeringen in het kader van de participatiewet meer vanuit vertrouwen dan vanuit controle te gaan toekennen. De vraag die wat mij betreft ook straks, waar ik heel benieuwd ben wat Don Ceder daar vanuit de gemeenteraad van zou vinden. Tweede is, dat heeft ook met die betalingsachterstanden te maken, en dat is intensivering van het vroeger op afbeleid. Dus alle vroegmeldingen moet eigenlijk veel sneller, nog sneller dan de gemeente al doet. De gemeente doet het echt wat dat betreft best goed vergeleken met andere gemeenten, maar nog sneller erop af. En dat gaat over duizenden meldingen per maand. En dat gaat druk leggen op de buurteams, dat gaat druk leggen op de MADI's. En dat brengt me bij die buurteams. Zoals de meesten van jullie inmiddels zullen weten, zijn de MADI's in de lead gezet bij het vormen van de buurteams. En dat is vanuit het oogpunt van beheersing van de financiële en schuldenproblematiek. Ik zou dat niet minder dan een zegen kunnen noemen, willen noemen. De deskundigheid over financiële ondersteuning zit veelal bij de MADI's en bij de doelgerichte vrijwilligersorganisaties op dat terrein. Maar dat laat onverlet dat ook die MADI's en in het verlengde daarvan straks de buurteams wellicht niet geëquipeerd zijn om die enorme stroom op te vangen. Dus wat zijn die uitdagingen voor die buurteams? Nou, het opvangen van die grote stroom. En we hebben op basis van het verleden
eigenlijk geen idee hoeveel mensen zo snel mogelijk die vraag gaan stellen. Eigenlijk zou je moeten zeggen, op basis van het verleden moeten we verwachten dat ze er te lang mee wachten. Omdat we dat uit het verleden weten. Dus eigenlijk is dit een oproep, een taak voor de buurteams om daar zo outreachend als maar mogelijk is binnen corona mee om te gaan. Dat betekent ook voldoende mensen met kennis van materiële en financiële zaken aan de poort. Snel die vragen beantwoorden. En daar waar er ook maar enigszins het idee bestaat van hier zouden wel eens financiële problemen kunnen gaan ontstaan. Laten we kijken of we al die mensen een budgetcheck kunnen aanbieden. En kijken of ze wel gebruik maken van alle voorzieningen die er zijn. Er zullen mensen nu in de problemen komen die dat in hun hele leven nog nooit geweest zijn. Die nog nooit hebben nagedacht over de vraag, kom ik wel in aanmerking voor een zorgtoeslag? Of die denken, ik hoor zoveel ellende over de toeslagen, dat moet ik maar niet gaan doen. Terwijl we van het Nibud weten, als je niet gebruik maakt van de regelingen die er voor jou zijn, dan kom je gegarandeerd in de problemen. En tenslotte, hoe zorg je ervoor dat de mensen die zich bij het buurtteam melden, zo snel mogelijk op de juiste plek terechtkomen? Nou, dat is in principe, omdat de MADI's in de lead zijn, zou dat goed moeten gaan. Maar vanwege de massa is dat toch iets waar we met z'n allen goed over zouden moeten nadenken, denk ik. Nou, dit even als een aftrap. Oké, dankjewel. Er zijn wat vragen in de Q&A naar voren gekomen. Misschien, Corine, heb jij een vraag eruit kunnen lichten die je aan Roeland zou willen stellen? Ja, het is een beetje de vraag of Roeland hem dan kan beantwoorden, maar dat is natuurlijk altijd wel lastig. Er zijn ook wel wat opmerkingen, dus die wilde ik ook niet voorbij laten gaan. Er is hier iemand, Dirk, die zegt, ja, er zitten al 200.000 mensen in een flexibele schil, dus het scenario kan veel ernstiger zijn. Relevant lijkt me. Verder wordt er gevraagd door Katinka de Boer, wordt er ook in gemeente Amsterdam ervaringsdeskundigheid ingezet? Nou, misschien dat we daar zo meteen wat dieper op in kunnen gaan. En wie weet kan Roeland daar ook al zijn licht over laten schijnen. En dan hebben we nog een vraag van Victor. Die zegt, valt er iets te zeggen over de invloed van de toenemende digitalisering en robotisering in bepaalde sectoren en de werkeloosheid? Daarmee, dat gaat natuurlijk niet specifiek over armoede. Laten we Carlijn van de gemeente Amsterdam, die vraagt ook nog vroegsignalering. Dat werkt heel goed in Amsterdam. Hoe kijk jij daar tegenaan? Zullen we de ervaringsdeskundigheidsvraag en de vroegsignalering even bij Roeland neerleggen? Is dat een vraag aan mij? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, heel eventjes over die, als het mag tenminste, nog even één korte opmerking over die flexibele schil, omdat ik die wel relevant vind. Dat is een volledig terecht punt. Die zit in die 600.000 tot 1,2, 1,3 miljoen, afhankelijk van waar we gaan uitkomen. En het is helemaal waar, het grootste deel van de uitbreiding van de werkgelegenheid tussen de vorige crisis en de huidige crisis is terechtgekomen bij mensen die in de flexibele schil werken. En het overgrote deel daarvan zullen de eerste mensen zijn die als eerste er weer uitvliegen. Dus dat is een terecht punt. En bij heel veel van die mensen is het des te nijpender, omdat ze als ze een normale arbeidsrelatie hebben, dan hebben ze wel recht op beperkte WW, maar waarschijnlijk relatief kort. En als ze als ZZP'er in die flexibele schil zitten, dan hebben ze zelfs niet eens recht op die WW. En dan gaan ze dus, als de toon straks, en iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat die per 1 oktober afloopt, behalve dan misschien voor hele specifieke sectoren, worden ze automatisch doorverwezen naar de bijstand. En dat is het punt wat ik heb aangekaart. Vroegsignalering, helemaal waar. Amsterdam doet dat een stuk beter dan de rest van Nederland. Amsterdam heeft het ook uitgevonden. Lang niet alles wordt in Amsterdam uitgevonden, maar dit dan toevallig wel. En de effectiviteit daarvan, die blijkt ook uit allerlei cijfers wel. De vraag is vooral of de MADI's die de vroegsignalering voor een groot deel uitvoeren, vroeger op af uitvoeren, of die
de menskracht hebben straks om een veelvoud van de signalen die er nu zijn op te vangen. Eigenlijk zou je een stap eerder dan nu de afspraken zijn willen gaan opvangen. En dat gaat om aantallen die dermate groot zijn dat de vraag is of je daar niet iets op moet gaan regelen om daar een soort van noodtaskforce voor nu al te gaan opleiden, zodat ze straks die signalen kunnen gaan. Want nog ja, heb jij daar zelf... Karin, sorry. Heb jij daar inderdaad zelf ideeën op hoe de gemeente Amsterdam dat het beste zou kunnen aanpakken? Want daar zijn ook vragen over. Hè? Hoe denkt men de verwachte toename, die enorme toename, dan op te vangen? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ver de gemeente is in de voorbereiding daarop. Ik denk dat het verstandig is dat niet op het grote toneel plaatsvindt, die voorbereiding. Daar heb je ook tijd en rust voor nodig om dat te doen. Ik denk wel dat het goed zou zijn om uit te stralen en te communiceren over het feit dat de gemeente zich daarop aan het voorbereiden is. En dat geldt zowel over de aanvraag van de bijstandsuitkeringen straks als over de vroegsignalering. Ik denk dat je bijna gedwongen bent om in die situatie, en daar bedoel ik niks negatiefs mee, maar bijna gedwongen bent om je menskracht, die ingezet wordt voor vroegsignalering, om die uit te breiden en daar andere groepen bij te betrekken. En het zou mij niks verbazen als je daar ook een beroep moet gaan doen op vrijwilligers. En dan zou dus de vraag zijn, zijn die vrijwilligers daar inmiddels voldoende voor geschoold? Of zou je die toch een stukje extra scholing daarop moeten geven? Zeker als je dat wil combineren met een budgetcheck en dergelijke. Dus in ieder geval moet je daar wel scenario's over ontwikkelen en plannen over klaar hebben liggen. Want als het zo is dat in het najaar die betalingsachterstanden gaan exploderen. Dan moet je wel klaarstaan om die veelvoud te kunnen afhandelen. Ik geef jou, Karin, ook even een mooi opstapje naar Don. Want hier wordt een hele mooie vraag gesteld. Wordt het geen tijd dan gewoon voor basisinkomen? Ja, daar is die. Mag jij eerst, Roland? Ik weet nog steeds niet of ik wel of niet voor een basisinkomen ben. Dat is ook niet zo relevant op wat ik ervan vind. Maar dit is wel het moment waarop je zou kunnen experimenteren. We hebben inmiddels wel uit zowel Nederland als uit het buitenland heel veel resultaten over onderzoek naar effecten van het basisinkomen. Je zou op zijn minst kunnen zeggen, laten we nou het toekennen van de bijstandsuitkering, laten we dat gaan doen als ware het een basisinkomen voor iedereen die geen inkomen heeft. En laten we nou uitgaande van dat we de mensen die het aanvragen zeggen dat we ze vertrouwen. Zeggen dat als ze dat vertrouwen schaden, dat we ze dan komen pakken. En vervolgens gewoon gaan uitkeren. Karin, hij is weer aan jou. Helder. Dankjewel Corien voor alle vragen die gesteld zijn aan jou, Roland. Ik zou graag jou erbij willen houden en Don Ceder willen uitnodigen. Don, zou jij in beeld willen verschijnen en vooral jezelf willen introduceren? Want dat kan je beter dan dat ik dat kan. Ja, dat is prima. Ik ben Don Ceder. Ik ben gemeenteraadslid in Amsterdam namens de ChristenUnie. In het dagelijks leven ook advocaat. Doe ik voornamelijk zaken op de sociale thema's die ook raakvlak hebben met armoede. Dus daarom ook heel bekend met hetgeen wat Roland net ook heeft aangegeven. Ik weet ook dat Roland daar ook echt de afgelopen jaren flink wat werk en onderzoek naar verricht heeft. Dus ik probeer het nu ook meer vanuit de politieke kant te bekijken. En als het gaat om de buurteams, als het om de coronacrisis gaat. Nou, dat hebben we natuurlijk van heel dichtbij mogen meemaken. Dus ik hoop dat ik een aantal vragen daarover kan beantwoorden. En dat we misschien als panelleden er ook nog misschien ook nog wat vragen voor elkaar hebben. Oké. Heb jij voor nu een vraag aan Roland? Misschien, ik bedoel, er liggen een aantal vragen waar we al over gehad hebben vanuit de politieke visie bekeken. Heb jij voor nu een vraag die je al meteen aan Roland zou willen stellen?
Nou, er is al heel veel gezegd. Ik denk dat het een vraag wat mij vaak bezighoudt, is of de wijze van schuldhulpverlening, hè, dat we heel veel op achteraf, dus als mensen in de schulden zitten en daar ook heel veel geld voor uitsteken, of je eigenlijk niet eens zou moeten nadenken om veel meer van dat budget voor vroegsignalering te investeren. En dat je daarmee eigenlijk misschien ook meer mensen voortijdig kan helpen. Dus dan gaat het om een soort rigoureuzere wijziging van schuldhulpverlening in zijn algemeen. Ook met de coronacrisis verwacht ik ook dat heel veel mensen, waarvan je het nu nog niet hoort, echt ook wel in de schulden komen. En ik vraag me af of dat budget niet anders besteed zou kunnen worden. En eigenlijk minder schuldhulpverlening, maar eigenlijk meer ook de preventieve kant. Ik vroeg me af hoe Roeland daarnaar kijkt. Die heeft er waarschijnlijk ook nog wat cijfers van en data en onderzoek. Dus ik ben benieuwd naar zijn opvattingen. Oké, Roeland. Ja, hij doet het. Dankjewel, Don. Hoi. Ik ben het in essentie helemaal met je eens. Je voelt wel dat er een N achteraan komt, maar geen maar dus. Ik denk dat we inderdaad door een aantal veranderingen aan te brengen, de kraan aan de voorkant, dus bij het ontstaan van betalingsachterstanden en schulden, veel verder dicht kunnen draaien. Een van die zaken is vroegsignalering. Maar ik zou hem nog een stap eerder willen leggen eigenlijk. En ik zou eigenlijk daar waar banken inmiddels een zorgplicht hebben, die zorgplicht willen uitbreiden naar alle crediteuren. Zodat iedere crediteur zich voordat hij mensen gaat, achter mensen aan gaat zitten met incassokosten en deurwaarderskosten, et cetera. Want de helft van alle kosten die in een schuldsanering terechtkomen, zijn bijkomende kosten. Dus als je die er allemaal af zou halen, dan zou je al de helft van het probleem opgelost hebben. Maar door die schuldeiser, die crediteur, die leverancier, bewuster te laten nadenken over de vraag, moet ik deze verplichting, over deze wederzijdse verplichting wel aangaan, zou je het in ieder geval voor een deel, zou je het probleem iets kunnen verzachten. Tweede stap is, en daar worden grote stappen op dit moment door ingezet, is het ervoor zorgen dat schuldeisers allemaal per definitie altijd akkoord gaan met een verzoek tot schuldsanering. Als dat maar door een erkend instituut dat verzoek wordt gedaan. Amsterdam is daar ook hard mee bezig. Collectief schuldregelen is daar een van de zaken voor die daarvoor in beeld zijn. Op het moment dat je dat met overheidsorganen gaat doen en die stappen in die richting worden ook gezet, kun je dat probleem aan die kant dus voor een groot deel ook oplossen. Dan zie je al dat het gaat over en-en. Want het verschuiven van middelen nu naar de voorkant, daarmee lossen we het probleem niet op voor de mensen die nu al in die problematische schulden zitten. Dus daar zullen we voorlopig nog eventjes aan vastzitten. Dus ik vrees dat het en-en is. En dat betekent dus dat we eigenlijk extra aan de voorkant zullen moeten gaan investeren om het ontstaan van betalingsachterstanden te verminderen en aan de achterkant versnellen op de sanering. Dus zo snel mogelijk mensen de sanering in laten gaan, dat kan. Experimenten laten zien dat het mogelijk is om een aanvraag voor een sanering binnen 6 weken, en we hebben zelfs inmiddels situaties gezien, binnen 3 weken van de eerste aanvraag tot de GKA rond te hebben. Nou, als je dan vervolgens dus ook nog die afspraken hebt over collectief schuldregelen, dan kun je relatief heel snel zijn. En als we dan, om het proces nog sneller te maken, ook zouden zeggen, en we gaan op een andere manier om met die 3-jaartermijn. Daar gaan we ook eens naar kijken. Want er is geen enkele wet, die, behalve dan voor de WZP, maar het middellijk traject is er niemand die zegt dat het per se 3 jaar moet duren. Want dat is een afspraak die de NVVK, dus de brancheorganisatie, gemaakt heeft. Maar als de gemeente Amsterdam zou zeggen van wij gaan streven naar sanering binnen 1,5 of 2 of 1 jaar, of het is noods 1,5 jaar,
Het moet geen straf worden, het moet een oplossing zijn. Nou. Dit is een antwoord volgens mij op jouw vraag, Don. En ik hoor eigenlijk ook al een tip van jou, Roeland, aan wat de gemeentelijke politiek gedaan zou moeten worden. Klopt dat? Ja, en nogmaals, hè, de gemeente Amsterdam loopt wat dat betreft redelijk voor in Nederland. Dus dit is absoluut geen kritiek op hoe het in Amsterdam geregeld is. Nee. Het is een aanmoediging om op het ingeslagen pad verder te gaan. Mm-hmm. En na te denken over de vraag, goh, wat voor mogelijkheden zouden er zijn om mensen bijvoorbeeld sneller van die 3 jaar af te halen, hè, er doorheen te laten gaan. Hè? Nou, dan kunnen we daar niet wat mee doen. Aan de achterkant? Ja. 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 En aan de voorkant er dus zo snel mogelijk bij zijn en de procedures verkorten. Ja. Goede afspraken maken met schuldeisers. Als gemeente zelf, als schuldeiser, daar ook het goede voorbeeld in geven. Hè. Dus zo snel mogelijk niet brieven gaan sturen, maar contact opnemen. God, we hebben, hè, het kan zijn dat je, weet ik veel wat, een gemeentelijke heffing een keer niet betaalt, omdat je in de ellende komt. Niet meteen het automatische incassoproces opstarten, maar de telefoon pakken en bellen. En we zien, we zien dat er iets dat u niet heeft kunnen betalen. Kunnen we u helpen? Don, heb jij voldoende een antwoord gekregen? Ja, zeker. Ik denk dat Roeland ook hele goede dingen aangeeft. Sommige dingen kan je lokaal regelen. Sommige dingen, daar gaan we helaas niet over als Amsterdam. Dat is ook een soort frustratie, omdat je eigenlijk ook landelijk zou moeten zijn. Maar ik ben het wel eens met Roeland dat Amsterdam in veel opzichten, dat moet ik ook toegeven, ook vooruit loopt als het gaat om de vroegste signaleringstactieken en strategieën. Dus er moet nog veel gebeuren. Het kan altijd beter. Maar ik wel complimenten aan Amsterdam, die zich in de afgelopen jaren toch wel ook als trendsetter heeft gezet, heeft laten opstellen. Dus ik neem de tips mee. Ik probeer er uiteraard het beste van te maken. Maar fijn dat Roeland ook op die wijze zijn inzichten met ons deelt. Roeland, Don nodigde jou uit om een vraag te stellen aan hem. Heb jij een vraag voor Don? Ja, ik ben wel benieuwd. We gaan niet heel groot maken richting het basisinkomen, maar wel wat kleiner over die aanvraag van de participatiewet. Dus bij de uitkering. Je zit in de gemeenteraad, dus je bent ook verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de participatiewet binnen Amsterdam. Maar hoe je aankijkt tegen de optie of de vraag en om bijvoorbeeld met de G4 naar Den Haag te gaan met de vraag, geef ons nou wat meer ruimte om bij de toekenning van bijstandsuitkeringen straks, om die op een iets andere manier te doen, zodat we niet 3, 4, 5 weken nodig hebben om een uitkering toe te kennen, maar dat we dat snel kunnen doen en we mogelijkerwijs inderdaad misschien wel een 2, 3, 4, 5% foutenmarge gaan krijgen. Dit is wat jij in je inleiding al zei, hè? Wat zou Don ervan vinden om meer vanuit vertrouwen in plaats van controle te kijken hoe we uitkeringen kunnen verstrekken? Ja. Klopt dat? Ja, Don. Ja, ik denk inderdaad dat het huidige systeem heel erg uitgaat van wantrouwen. Wantrouwen vanuit de overheid richting haar burger. We hebben ook de afgelopen maanden gezien dat het anders kan, hè? Met de TOZO-uitkenning. Dus de bedrijven en de ZZP'ers, die kregen met minimale informatie eigenlijk het bedrag op hun rekening. En daar is echt wel uitgaan van vertrouwen. Het moest ook wel, omdat binnen korte tijd echt wel heel veel geld bij heel veel mensen te recht moest komen. Maar zo zie je dat de overheid het wel kan. En ik ben een groot voorstander van het vertrouwen in de medeburger. Volgens mij is uit het onderzoek laatst ook gebleken dat als je wat meer ruimte geeft, ook als het gaat om bijverdienen, om op een wat creatievere wijze, met behoud van uitkering, toch wat initiatieven te kunnen ontplooien, dat mensen daar beter van worden. Dat mensen daar op een gegeven moment ook misschien zelfs sneller uit de bijstand vloeien. En dat is uiteindelijk eigenlijk ook wat je wilt. Iets wat ook knelt is dat als je een aantal mensen hebt die op een adres wonen, die allemaal een uitkering hebben, dat gaat natuurlijk ook ten koste van je eigen uitkering.
de kosten delen in de snorm. En als je ziet ook dat het aantal daklozen toeneemt, vaak hoor je van mensen, dat heeft er ook mee te maken, omdat ik uit huis weg moet, omdat anders mijn uitkering of mijn aanwezigheid ervoor zorgt dat de uitkering van de hoofdbewoner ook geminderd wordt. En nu merk je dat daar nu ook wat meer ruimte voor is. Dus ik ben het heel erg mee eens met Roeland, dat daar meer ruimte voor zou moeten komen. Om dat een basisinkomen te noemen, daar ben ik het iets minder mee eens, omdat basisinkomen zou ook gelden voor mensen die bijvoorbeeld geen participatiewet of uitkering hebben. En volgens mij kennen we in Nederland al een soort getrapte vorm van basisinkomen, namelijk de mensen die het nodig hebben, hè, dus de mensen die echt ook in de bijstand komen, die hebben daar een recht op. En daar vind ik dat je dat ook vol vertrouwen zou moeten doen. Om dan te zeggen dat je ook de mensen die prima verdienen, die dat allemaal goed geregeld hebben, en ook een grote spaarbuffer hebben, om die ook van een basisinkomen dan er bovenop te voorzien. Ja, dan vraag ik me af of je niet meer kan doen voor de groep die het harder nodig heeft, dan dat je dat gelijk spreidt ook over groepen die gewoon genoeg verdienen. Een laatste punt wat ik wil maken is, we hebben nu heel veel voorzieningen. Dat is los van de participatiewet. Maar daar staat, je hebt er vaak recht op als je tot 120% van de armoedegrens, van het minimuminkomen verdient. Nou, wij hebben in Amsterdam gezegd dat moeten we verhogen naar 130%. Omdat je heel veel mensen hebt, dat noem je de werkende armen, die wel werken, maar net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor heel wat voorzieningen. En het eigenlijk loont om niet te werken. Daar zijn we voorstander van, om die grens ook op te trekken. Alleen zie je nu dat vanwege de coronacrisis er nu een voorstel ligt, dat gaat morgen over hebben, om die grens niet te verlengen, niet te verhogen naar 130% van het minimuminkomen. Omdat dat nu in coronatijd te veel zou kosten en te veel mensen eronder zouden vallen. Ja. Dus dat is ook iets waarvoor we morgen gaan vechten, want ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je juist nu voor meer mensen financiële zekerheid moet bieden. Ja. Maar dat vloeit er ook voort, waarvan ik denk, de participatiewet moet je ruimhartig en vol vertrouwen moet je die vorm geven. En dan zie je ook dat mensen opbloeien en dat mensen ook in staat zijn om zichzelf te ontplooien. Dus in dat kader ben ik het zeker eens met Roeland. En die boodschap hoop ik ook als G4 dan naar het Rijk te brengen. Volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Dus wie weet dat ook weer tot een nieuw standpunt en nieuwe inzichten kan leiden. Don, dankjewel. Een helder antwoord lijkt me, Roeland. Ik begrijp dat er iemand live is die een vraag aan jou zou willen stellen, Don. Ben je daar klaar voor? Zullen we die live stellen? Oké, ja, dat is dan even voor de techniek, want dat had ik niet voorbereid. Maar er is een vraag van Dirk. Als de techniek Dirk kan vinden om zijn geluid even aan te zetten, dan kan hij hem zelf stellen. En anders dan ga ik hem stellen voor hem. Ik zie dat Dirk erbij komt. Nu is het geluid nog. Welkom, Dirk. Jij komt niet in beeld, maar je hebt de gelegenheid om live een vraag te stellen aan Don. Dag Don, dank voor je inbreng. Ik heb een vraag voor diegenen onder ons die de dagmails van de gemeenteraad ook lezen, die jullie elke dag krijgen. Jullie hebben inmiddels 14 keer een verzamelbrief gekregen over de herstelfase corona. Ik ben er eerlijk gezegd nog geen scenario's tegengekomen, zoals de inleider net aangaf, voor een hele sterke toename van armoede en werkloosheid en vervolgens armoede. Oftewel, als de gemeente dat nog niet aan de gemeenteraad heeft meegedeeld, dat ze dat aan het voorbereiden zijn, en het is nu al juli, en we horen net dat we vanaf september, oktober iets te verwachten hebben, krijgen we niet potentieel te maken met een tsunami en ellende in de stad. Oké. Ja, Dirk. Doen. Ja, nee, dat is een goede vraag. Ik heb alle brieven nu niet voor mij, maar ik weet, om de zoveel tijd krijgen we een brief van de gemeente met de stand van zaken. Het is alleen geen geheim dat de verwachting is dat er een schulden, ik zeg een tsunami, maar dat heel veel mensen uiteindelijk toch last gaan krijgen van deze crisis. En dat heeft met name te maken omdat heel veel betalingen nu zijn uitgesteld. Dus mensen hebben even wat lucht. Maar die uitstel is geen kwijtschelding. Dus dat betekent dat voor de Belastingdienst, voor huren, voor verzekeringen, is het allemaal mogelijk geweest in heel veel gevallen om uitstel te verlenen voor een paar aantal maanden. Maar in september ga je al die opgestapelde bedragen,
dat gaat gewoon weer lopen. En dat gaat voor heel veel mensen, gewoon ook bedrijven, gewoon een enorme klap zijn. Dus de gemeente is daarvan doordrongen. De vraag natuurlijk is, en dan ben ik het met jou eens, en toevallig gaan we daar morgen ook over hebben, en die vraag ga ik ook stellen. Zijn we inderdaad, en dat is de hamvraag, zijn we voldoende voorbereid op die toename van mensen? En heb je ook nog de coronacrisis erbij, dat sommige schuldverleningen niet meer op dezelfde wijze kunnen samenkomen. En dat er misschien ook minder mensen binnen een bepaalde periode geholpen kunnen worden. De tijden dat je mensen naast elkaar bij een soort loketten achter elkaar kan helpen, dat is voorlopig echt weg. Dus de vraag is ook of je met de huidige capaciteit ook al deze mensen kan helpen. Daar maak ik mij zorgen om. Dan ga ik morgen ook vragen stellen aan de wethouder. Dus ik deel jouw zorgen, Dirk. En ik hoop ook morgen een antwoord te krijgen dat de gemeente zegt, we gaan het regelen. Dus dan zetten we extra mensen bij extra capaciteit. Maar ik maak mij oprecht zorgen. Zelfs ook als er extra capaciteit bij komt. Schuldhulpverlening lost niet zomaar alle schulden op. Je zal alsnog leed hebben bij mensen met kinderen, met mensen thuis. Dankjewel, Don. Dat is wel iets waar we als stad tegemoet gaan. En dat vind ik oprecht verschrikkelijk. Oké, dankjewel, Don. Ik zou graag door willen naar Rob van Eupen. Die vanuit zijn rol als aanjager bij het verbondsteam ook iets wil vertellen en een vraag wil stellen. Don, dankjewel. Rob, van harte welkom. Kan jij jezelf even introduceren? Misschien Don. Hallo allemaal, dag Roeland. We kennen elkaar van vroeger. Een paar keer ontmoet, dag Don. Volgens mij moeten de buurteams doen wat nodig is. Dat staat volgens mij in het werkkader. En ik had iets anders voorbereid. Het ging over kwaliteit, over wat de verbond aan het ontwikkelen is. Maar dit gaat ook over snelheid. Er klaar voor zijn, partner zijn in een scenario dat nog niet bestaat. Ik ben Rob van Eupen. Ik werk bij de gemeente Amsterdam. Nu ongeveer een jaar aanjager van een van de pilotteams ter voorbereiding van de wijkteams. Ik dacht nog 2 maanden geleden dat het schaarste goed waar wij mee te maken krijgen was tekort aan sociale huurwoningen. Dus we waren erg bezig hoe we de vragen rond die vraagstukken als buurteam zouden kunnen handelen. Maar dit is een heel nieuw soort vraagstuk waar we als buurteams in die wereld komen wij te werken. Ik begin met wat Roeland zei. Ik vind het ook een zegen dat de MADI de buurteams gaan uitvoeren. Dat vond ik misschien 1 jaar geleden ook niet. Maar in de pilotteams waarmee we werken, dat zijn integrale teams waar wij met hulpverleners en dienstverleners en mensen van de sociale relatie en de schuldhulpverlening samen nadenken over wat we kunnen doen voor bewoners van de wijk. En dat heeft die korte lijnen in een team, dat heeft enorme meerwaarde in slagkracht, in snel handelen. Mijn vragen die ik had voorbereid, hadden eigenlijk te maken met een meer kwalitatieve inslag. Ik ga even terug, Roeland, naar jouw vraag over meer in zijn algemeenheid outreachend werken. Je moet eerder bij de problemen zijn. Dat vind ik wel een vraag, omdat duidelijk in de doelstelling van de buurt, dan, niet voor niets, ga in de buurt, ga ook op een schaal werken dat je makkelijk benaderd bent voor alle bewoners in die buurt. En doe dan vervolgens wat nodig is. Maar we beginnen maar met 22 buurteams. In de komende jaren moet dat doorontwikkeld naar zo'n 60-tal vestigingen. Hoe kunnen we al... Rob, zou jij ook heel even uit kunnen leggen wat een buurteam is? Want ik zie hier dat iemand niet precies... Je weet wel wat een MADI is, hè? Maatschappelijke dienstverleningsorganisatie, maar geen buurteam. God, ik heb een heel lang antwoord op, maar de bedoeling is dat er in elk stadsdeel 1 organisatie is die een aantal functies bij elkaar brengt. Ja. Maatschappelijk werk, ambulante hulpverlening, dat is denk ik het belangrijkste. En die zo te positioneren in de wijk, dat mensen daar heel makkelijk, heel breed geholpen worden. In het buurteam werken mensen die veel zelf al kunnen doen. Maar heel direct om de buurteams heen zitten tal van andere, meer specialistische organisaties waarmee het buurteam heel snel kan samenwerken. En bijvoorbeeld zoals WPI, toch een hele belangrijke partner voor de buurteams, de schuldhulpverlening en sociaal raadslid, als je kijkt naar veel voorkomende vraagstukken. Dus het is een bundeling van verschillende
hulpaanbiedingen die we nu zeg maar via allerlei andere organisaties laten uitvoeren. Poging tot doelmatig effectief werken, waar ik overigens erg in geloof. Is dat voldoende antwoord? Ja, dankjewel. Er is ook zo ontzettend veel meer over te vertellen, ja, maar het is eigenlijk gewoon een organisatie gaat ontstaan om doelmatiger te kunnen werken, dichter bij mensen. Prima. Mijn vragen aan Roeland hadden te maken met dat outreachend werken. Een korte anekdote was, ik zat verleden week in Zuidoost, in het zonnetje, bij een project Hoodlab. Dat zijn pop-up huiskamers en aan de straat. En ik zat daar heerlijk koffie te drinken en ik zag heel veel mensen nieuwsgierig binnenlopen en vragen stellen. Geweldige vliegenvanger, zei ik ook. Aan de overkant stond de opening van het verbondsteam. Het was met een banner ervoor en posters en daar kwam niemand binnen. Iedereen ging naar het Hoodlab. En toen stelde ik de vraag aan mensen van het Hoodlab. Ik ben ook eventjes bezig in dat team in Zuidoost. Weten we met elkaar wie we niet zien? Dat vond ik een hele interessante vraag. Want je ziet natuurlijk heel veel mensen. En die buurteams gaan straks heel veel mensen zien die we al vaker gezien hebben. Maar weten we met z'n allen ook wie we niet zien? Er zijn mensen die niet uit eigen beweging naar de hulpverlening komen. En ik hoop dat de buurteams er gaan bijdragen dat steeds meer mensen tijdig eigen beweging naar de buurteams komen. Dat vind ik een interessante vraag. De vraag die daarmee samenhangt is, Roeland, misschien heb je goede voorbeelden van outreachend werken. Want ik verwacht best veel van de buurteams, maar verwacht alsjeblieft niet alles van de buurteams. De buurteams moeten nog gaan ontstaan. En ik hoop dat ze dat invullen wat we met elkaar nu nog niet goed doen of anders zouden willen doen. Maar ook in een brede coalitie met de andere hulp- en dienstverleners. En dat was zeg maar, heb je daar goede voorbeelden van? Wat werkt goed in domein outreachend werken? En de derde is, maar die vraag is eigenlijk al gesteld. En ik zie ook dat er nog een andere gast is, Irene. Kunnen ervaringsdeskundigen daarbij een rol spelen? Jij noemde vrijwilligers. Ik ervaar de waarde van ervaringsdeskundigen in het team waar ik dan mee werk als enorm. Maar hoe kunnen we ze, volgens jouw idee, daar heel goed en praktisch inzetten? Dat waren eventjes mijn vragen van u. Oké. Misschien dat we de laatste vraag even apart kunnen houden tot Irene er zo meteen in komt. Als ervaringsdeskundige die al een jaar lang ervaring heeft in een verbondsteam. De eerste twee vragen wil ik graag aan jou stellen, Roeland. Weten we wie we niet zien? En wat voorbeelden van outreachend werken op basis van geleerde lessen uit het land? Ja, in abstracto, dank je voor de vragen. Leuk je te zien, Rob. In abstracto weten we wie we niet zien. We weten namelijk vanuit de statistieken wie er in de groep vallen met dat lage inkomen, waarvan we eigenlijk wel weten dat ze regelmatig in meer of mindere mate tegen problemen zouden moeten aanlopen en ook feitelijk aanlopen. Maar die we dus niet bij de loketten, zeg maar eventjes, zien aankloppen. En eigenlijk kun je zeggen dat iedereen is die op een of andere manier zelf in zijn eigen inkomen voorziet. Dus de gemeente kent de gemeentelijke klanten goed. Ik vind ook dat we daar onze energie niet extra op moeten richten in de zin van ze nog beter leren kennen of zo. Hè. Die zijn in beeld. En als je die niet weet te bereiken, dan moet je goed achter je oren krabben wat je fout doet om die mensen te bereiken. Want die zitten in je kaartenbak. De werkende armen zijn al genoemd door Don. Die weten we minder goed te bereiken. En de steeds grotere groep van ZZP'ers, marginale ondernemers, et cetera. Die weten we nog slechter te bereiken. Die laatste groep, vooral omdat ze of denken niet in aanmerking te komen, of omdat ze hun eigen broek op willen houden, wat overigens voor veel van die werknemers ook geldt. En dan brengt mij bij de tweede vraag. Dat stelt de vraag, hoe bereik je die dan het beste? En ik denk dat we met z'n allen een draai moeten maken van, daar zijn we best wel al een stukje mee bezig, maar de draai moeten maken van aanbodgericht naar vraaggericht werken.
En daar bedoel ik mee, en dat is uit allerlei psychologisch onderzoek inmiddels ook wel bekend, je moet mensen daar bereiken waar ze sowieso al komen. Dus je moet niet denken, die werkende arme die een aanvulling op een uitkering nodig heeft, of die een voorziening van het jongerencultuurfonds nodig heeft, of van het jeugdsportfonds nodig heeft, ja, die moet maar bij ons komen, want die komt niet. Want die weet het niet, of die denkt er geen recht op. Dus waar komt die? Nou, er zijn voorbeelden in Amsterdam die redelijk effectief zijn van het verplaatsen van de dienstverlening voor een deel naar basisonderwijs. En waarom? Op het basisonderwijs komen ouders. En niet omdat ze arm zijn, maar voor iets heel anders. Dus wat ik hiermee ook zeg, je moet het eigenlijk ontdoen van het label, en dan ga ik iets heel vervelends zeggen, maar je moet het ontdoen van het label zielig. Het is een voorziening waar je recht op hebt. En als jij desnoods zet je de voorziening neer bij de deur van de supermarkt waar veel van deze mensen komen. Daar waar is Apple, we gaan in het najaar gaan we een groot onderzoek starten, ook in Amsterdam, naar de vraag: welke plekken kun je daar nou nog veel meer voor bedenken, ontwikkelen en versterken? We komen wat dat betreft in een soort niet gewenst natuurlijk experiment terecht. Maar wij denken daarbij onder andere aan werkgevers, zei ik al, maar ook inderdaad, bij wijze van spreken, de voetbalclub waar kinderen op voetbal zitten, of de moskee, of alle plekken waar mensen komen om een andere reden dan ik heb te weinig geld. Dat zijn plekken waar je ze kunt ontmoeten, zonder dat label van: ja, maar jij bent tussen aanhalingstekens arm. Want vraag jij mensen met weinig geld, stel je die vraag, voel jij jezelf arm? Dan is in heel veel gevallen het antwoord: nee, hoe kom je daarbij? Het is moeilijk voor mij om rond te komen. Maar dat is een andere beleving. Dus aansluiten bij de leefwereld van de betrokkenen. En ik denk dat dat ook een mooi bruggetje is naar ervaringsdeskundigheid. Oké. Ik heb nog één groep in gedachten, Roland. Dat is een groep die ook overleeft, maar misschien op een niet hele rechtmatige wijze. Bijvoorbeeld door met meerdere families in één huis te wonen. Of toch een zwart klein baantje te hebben gehad, terwijl je een uitkering had. Die mensen komen wij ook tegen in de praktijk. Heb je daar nog suggesties voor? Ja, dat is ingewikkeld. Het positieve is, ik hoor de signalen uit Zuidoost dat de informele arbeidsmarkt, om het woord zwart werk niet te gebruiken, dat hoogstwaarschijnlijk het eerste deel van de arbeidsmarkt is wat weer gaat aantrekken op het moment dat we weer fysiek contact met elkaar kunnen hebben. Dus dat is een deeltje van de oplossing van dit probleem. Het andere is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met waar Don het over had, hè? Die voordeurdelers, kortingen en dergelijke. Ja, daar moeten we toch ook eens een keer op een andere manier tegenaan gaan kijken. Want we, zeker in een dure stad als Amsterdam, zien we dat voordeel van samenwonen vaak helemaal financieel niet gerealiseerd wordt. Is dat een op korte termijn oplossing? Hoogstwaarschijnlijk niet, ja. Met een andere pet zou ik op zeggen, vanaf morgen Fonds Bijzondere Noden. Daar kun je natuurlijk af en toe ook nog wel een beroep op doen, maar ja, moet dan wel via de andere hulpverlening. Maar dat is een noodoplossing, dat is geen structurele oplossing. Okay. Heb ik nog één vraag, dat heeft meer hoe organiseer je dat? Hè? Je hebt gezegd, heel veel interventies moeten goed samen in een soort coalitie gaan werken. Ja. En nu hoorde ik vanochtend op een hele andere webinar dat de wethouder die gaat over armoede, die pilot wilde starten. En nou denk ik zelf van projecten genoeg. Moeten we niet zorgen dat overal waar, net wat jij zegt, waar mensen komen, dat er aandacht voor is en dat verdomd goed organiseren, zodat er samenhang is? Een mening verkapt in een vraag. Nee, ik begrijp wat je zegt en ik begrijp ook wat er achter zit. Toch ben ik enigszins terughoudend, omdat we vaak vanuit de allerbeste bedoelingen met iets beginnen, bedacht vanuit onze tekentafels. Terwijl we inmiddels steeds meer
terwijl steeds duidelijker wordt dat de dingen die het best werken, dat dat dingen zijn die je samen met de mensen waar het over gaat ontwerpt. En iets ontwerpen, dat vergt tijd en dat vergt ook het klein beginnen. Dus klein beginnen en dan wel zo snel mogelijk kijken wat kan ik daarvan opschalen en wat kan ik daarvan niet opschalen. Want het is niet per definitie zo dat wat in Amsterdam-Zuidoost werkt, dat dat ook in Nieuw-West werkt. Al was het alleen maar omdat de infrastructuur anders is, omdat de sociale kaart anders is en omdat de bevolking verschilt. Dus daar moeten we wel heel goed op letten. Dus het is heel veel snelheid erin brengen, maar wel, zou ik zeggen, op enigszins beperkte schaal en vooral met de betrokkenen zelf gaan ontwerpen. En dat kan best snel, als je de juiste mensen ervoor inhuurt. Maar niet denken dat, en dat zeg ik ook tegen mezelf, hè, niet denken dat wij het vanuit onze bureaus wel even weten hoe het opgelost moet worden. Oké, dankjewel Roeland. Dankjewel Rob. Ik wou heel even, voordat we naar de leefwereld toe gaan en naar de mensen zelf, Corine nog even vragen of jij nog wat vragen uit de Q&A zou kunnen stellen voor Roeland of Rob. Oké, ja, ik heb heel veel vragen. En inderdaad, als het kan, kunnen we zo even iemand live ook de laatste vraag als bruggetje geven. Dat is Astrid en die gaat over ervaringsdeskundigheid. Maar ik heb eerst nog even twee andere korte vragen. Leontien die zegt, ja, het gaat nu heel veel over mensen met een laag inkomen. Maar zij komt als vrijwilliger, ze is buddy, ook mensen tegen met een modaal inkomen. Enorm hoge in de vrije sector huur, staan die ook op de radar. En Gianni die vraagt of ook wel de mensen, de ongedocumenteerden, op de radar staan. Wordt hier allemaal rekening mee gehouden? Ik denk dat dit twee vragen zijn specifiek voor Roeland. Nee, dat is een heel terechte aanvulling, die middeninkomens. Kwantitatieve zin, in de zin van het aantal mensen wat getroffen wordt door de coronacrisis, zal uiteindelijk, laten de berekeningen vanuit Schuldenlab NL bijvoorbeeld zien, uiteindelijk dat niet de meerderheid zijn van de groep die getroffen wordt, maar tegelijkertijd als daar in een gezin met anderhalf modaal inkomen, een bekend voorbeeld van het Nibud, als daar een van de inkomens wegvalt, dan heb je met zo'n inkomensklap te maken dat je bij middenhuren, hè, die beroemde huur van tussen 700 zoveel en 10.000, 1100, 1200 euro, dan zit je meteen in de problemen. Dus er wordt heel veel energie nu gestoken in de corporaties om met corporaties afspraken te maken, maar het zou enorm goed zijn als er ook landelijk afspraken, en als landelijk niet kan, dan moet maar lokaal, landelijk of lokaal afspraken maken met de private verhuurders. Jongens, stellen jullie ook alsjeblieft even gedijst op, want mensen hebben gewoon geen alternatief. Er is geen alternatieve woning voor 500-600 euro beschikbaar. De ongedocumenteerden, daar weten we eigenlijk alleen, behalve wat fragmentarisch bewijsmateriaal, weten we daar heel weinig van, per definitie bijna. Hè. Ze staan wel op het netvlies. Ik weet dat de noodfondsen daar ook nadrukkelijk op letten en nadrukkelijk ook beschikbaar voor zijn. Dat ook in samenspraak met, of in overleg met de gemeente, wordt daar faciliteit voor geboden. Maar dat blijft een beetje pleisters plakken, moet ik het zo zeggen. Het blijft wat? Pleisters plakken. Het zijn noodverbanden. Het is niet zo dat je kunt zeggen van we laten u toe tot de participatiewet. Want dat mag niet van het Rijk. Nee. Oké, dan lijkt me nu wel het moment, ook gezien de tijd, Karin, om dan inderdaad Astrid Philips heel even aan het woord te laten. Want die heeft een mooie vraag die door meerdere mensen al is gesteld, hoor, in de Q&A. Astrid Philips? Ja, goeiedag. Mijn naam is Astrid Philips. Nou, ik heb een paar vragen. Eerst een opmerking. Ik denk dat arm is niet alleen weinig geld hebben. Arm heeft ook te maken met sociale uitsluiting. En dat hoor ik erg weinig terug. Dus dan heb ik het over ook niet alleen de mensen, de ZZP'ers in de werkende armen, maar juist ook de mensen bij de UWV, waar totaal geen samenwerking mee is. En dat hoor ik nog erg weinig terug.
Daarnaast heb ik even net uitgerekend dat ik al 10 jaar hoor preventie, erop af, noem maar op. En dat het nog steeds in die 10 jaar heel weinig betrokkenheid is van ervaringsdeskundigen. Er wordt heel veel geld gegeven aan pilots, heel veel geld gegeven aan onderzoek. Terwijl we uit België kunnen leren, en nu ook de laatste tijd uit Haarlem en uit Utrecht, dat juist de inzet van ervaringsdeskundigen heel erg waardevol kan zijn. Rob noemde dat al. En toch 10 jaar later is het nog maar mondjesmaat dat we dat doen met schulden. En nogmaals, schulden heeft niet te maken met weinig geld, maar ook met vaardigheden en ook te maken met rijke armen. Werkende armen, sorry. Ja. Dus ik denk dat we daar ook naartoe moeten, naar die sociale uitsluiting. En als we het over plekken hebben om te zoeken, dan ben ik het wel met Roeland eens dat bij de sportclub, maar ook in het buurthuis, maar ook in de bibliotheek, dat juist de plekken buiten de MADI's om heel erg waardevol zijn. Maar ook een plek waardevol om daar ervaringsdeskundigen in te zetten. Dankjewel, Astrid. Karin, dit is denk ik ook wel een vraag voor Roeland, hè, over ervaringsdeskundigheid. Ja. Ja, hoewel ik ook heel erg benieuwd ben hoe daar vanuit de buurtteams naar gekeken wordt. Ja, ik ben het helemaal eens met Astrid. Ik ook al ken. Gelukkig. Ja, die vorige keer in Delta Lloyd Foundation hebben we... Ja, maar het is ook... wij kennen elkaar ook vanuit de groepjes voorgebouwen. Ja. Nee, je hebt natuurlijk helemaal gelijk over die sociale uitsluiting. Natuurlijk, wij concentreren ons nu heel erg inderdaad op die financiële kant. Mede omdat het financieel onderuitgaan vaak betekent dat er ook problemen op andere leefgebieden gaan ontstaan. En omdat een deel van de financiële problemen en van de ellende die daarmee samenhangt, relatief gezien, theoretisch in ieder geval, makkelijk op te lossen zijn. Laat onverlet dat je gelijk hebt dat sociale uitsluiting ook een mechanisme in werking kan zetten, waardoor mensen depressief worden en daardoor andere klachten gaan ontwikkelen, et cetera. Ja, en ten aanzien van de inzet van ervaringsdeskundigheid bij, of dat dan vroeger op af is, of de schulden, of de reguliere schuldhulpverlening, ook daar kan ik het alleen maar met Astrid eens zijn. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid daarbij is inmiddels echt wel overal bewezen, is van grote toegevoegde waarde. Daarop meer investeren, zowel op de opleiding van ervaringsdeskundigheid als daadwerkelijk het inzetten. En dat vind ik een hele belangrijke, het waarderen van ervaringsdeskundigheid als een sociaal werker. Dus niet een ervaringsdeskundige die een uitkering heeft bij een project betrekken, want daar wordt het project of bij een aanpak of een interventie betrekken, want daar wordt het project beter van. En dan vervolgens denken, ja, die ervaringsdeskundige, die heeft toch al een uitkering? Nee, die ervaringsdeskundige heeft de toegevoegde waarde en heeft dus ook gewoon recht op een daarbij behorend inkomen. Oké, we gaan nu naar Irene. Irene, zou jij je geluid aan willen doen en jezelf even willen voorstellen? Want Roeland, hierin zit al een vraag verscholen, maar Irene zit als ervarings... Nou, doe het zelf. Ik doe het zelf even. Ik moet even wel corrigeren. Ik zit pas vanaf januari in het verbondsteam New West. Ja. En mijn aanjager is Rob van Eupen, dus die ken ik goed. Ja. En met veel plezier doe ik het. En ik zie hele positieve effecten van de nauwe samenwerking van de verschillende professionals bij elkaar. En ik heb ook een beetje de vraag gesteld aan mensen van, goh, hebben jullie nog over de armoede, ik wilde wat vraagstukken ophalen uit het team. En ook van mensen die ik ken. En ik heb echt schrijnende verhalen, maar dat is echt meer uit het verleden van mensen die 5 verschillende hulpverleners hebben gehad en 5 keer hetzelfde verhaal moesten vertellen. En waarbij het om allerlei redenen niet werkt en pas later wel. En wat ik zo mooi vind aan zo'n buurtteam is dat we met al die verschillende disciplines bij elkaar zetten. En dat we, je merkt gewoon dat je sneller kan handelen. En ik zie tot nu toe alleen maar positieve effecten van buurteam. Tenminste, toekomstig buurteam. Alleen we hebben nog niet die workload. En ik moet zeggen dat al die cijfers in het begin van deze webinar, ik krijg het er wel benauwd van. Ik denk, oh my god, het is wel heftig. En we zijn nog vooral bezig met het opzetten van de nieuwe buurteams.
En dus het meenemen van de corona-effecten en het effect op ja, het armoedeverhaal, wat daarin ook verandert, dat moeten we nog echt... ja, dat is wel een onderwerp wat hoog op de lijst komt te staan, denk ik, in de toekomst. Want daar zijn we nog niet zodanig mee bezig. Dus voor mij is het een wake-up call, deze webinar. En ja, mijn vraag is wel, maar hij is al gesteld van... en je hebt hem ook al een beetje beantwoord aan Roeland over ja, de rol van ervaringsdeskundigen. En in zo'n buurtteam, hoe die dat precies zelf ziet, hij. Want ik ben zelf niet een deskundige. Je geluid, Irene. Je geluid valt even weg. Ja, nou ja, ik ben zelf niet een deskundige in armoede. Maar ik zou wel in armoedevraagstukken zou ik ook speciaal iemand er bij armoedevraagstukken zetten die deskundig is daarin, zeg maar. Mm-hmm. Dat zou ik wel een hele specifieke ervaring daarop zetten. En ook in het outreach het werken, denk ik, dat een ervaringsdeskundige met het contact leggen een belangrijke rol kan spelen in het vinden van mensen. Ja. Ook met het delen van hun eigen verhalen op bepaalde plekken. Misschien wel op de plekken in de supermarkt, op scholen, noem maar op, juist op die gekke plekken. En niet binnen, of op hele gewone plekken eigenlijk, en niet binnen dat... Ja, stigmatiserende, zielige plek, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja, ik heb er verder nog niet zo uitgebreid over nagedacht. Dus ik kan nog niet daar heel duidelijk wat van zeggen. Maar dit is het eerste wat in me opkomt. Ja. Mooi, ja. Oké, okay. Ja. Roeland, de vraag. Hoe zie jij de rol van ervaringsdeskundigen specifiek in zo'n buurteam? Rondom het thema armoede en ook alle aantallen die nu omhoog gaan. Hi iedereen. Nee, twee kanten. Er zit een interne en een externe kant aan. Hè. De interne kant zou je zeggen is awareness kweken bij de collega's. Want zo iemand moet gewoon onderdeel zijn van een buurteam. Het is niet een soort van veredelde buitenboordmotor of zo. Vraagbaak en bewust maken en... ik kan me ook heel goed voorstellen dat een ervaringsdeskundige een hele goede rol in casusbesprekingen kan hebben en in de visie kan hebben om ervoor te zorgen dat de kennis en met name de grondhouding die nodig is, dat iedereen die gaat delen, voor zover dat mogelijk is. Als je het niet hebt meegemaakt, kun je het niet net doen alsof. Dat moet je ook vooral nooit gaan doen, maar je kunt wel ja, je grondhouding zo aanpassen dat je altijd die, wat ik dan maar noem, oprecht geïnteresseerde, oprecht in de mens geïnteresseerde professional bent. Dus je bent niet zaak geïnteresseerd, je bent mens geïnteresseerd. En dan gaat er al heel veel meer goed dan wanneer het zoveelste dossier is. En ik zeg dus niet dat dat gebeurt, maar dat is wel een belangrijk voordeel. De andere is extern, dat is gewoon in het contact met klanten. De grote maar zit hem natuurlijk in het feit dat je niet ergens een kaartenbak hebt waar je kunt zeggen van ik ga eens eventjes kijken welke ervaringsdeskundigen er allemaal in Amsterdam zijn die ook over de vaardigheden en de kundes, de vaardigheden beschikken om dit soort werk te doen. Want het doorgemaakt hebben, het van schulden of het in armoede geleefd hebben wil nog niet zeggen dat je dat ook kunt vertalen naar een hulpverleningscontext. He, daarom zijn er overal in het land opleidingen tot ervaringsdeskundigen. Nou, A, zou daar dus meer impuls op moeten worden gegeven. B, voor die mensen die er zijn, en ik ken er gelukkig wel een aantal die ook zonder die opleiding te hebben gedaan, daar best waarschijnlijk goed in zouden kunnen acteren. Dat is een kwestie van werven. Ja, werken. En de druk zal van buitenaf groot genoeg worden om naar de gemeenteraad te kunnen waarmaken. We hebben meer mensen nodig. Ja. Oké. Okay. Heb jij een vraag voor Irene nog tenslotte, Roeland? Vanuit de lokale ervaring, Nieuw-West zei je. Ja, klopt. Ben ik wel benieuwd of jullie er, dat is een hele persoonlijke intrigerende vraag waar ik al heel lang mee zit, maar of jullie erin slagen om contact te leggen met breed, wat ik breed zou willen aanduiden als kerkgenootschappen, en als je het iets smaller maakt met moskeeën,
op dit specifieke terrein? Omdat dat ook zo'n vindplaats is. Hè? Daar komen heel veel mensen. Ja. Nou ja, ja, bijvoorbeeld in de Pauluskerk in Nieuw-West. Maar Irene, heb jij hier een antwoord op? Hebben jullie contacten met de kerk? Nee, ja, dan moet je even teleurstellen. Want we beginnen pas volgende, even in juli, 7 juli, gaan wij pas ons open voor het eerst. En dus wij zijn aan het grote begin van, van onze buurtteam openen. En dat is onze fysieke plek. Maar dan moeten we inderdaad verder gaan kijken naar die outreachende plekken. En dat moeten we absoluut gaan opzetten. Maar dat lijkt me een heel goed idee om ook in die geloofskringen actief te zijn. Dus het is eigenlijk nog te vroeg. Het is nog te vroeg. Ja. Ja. Goed. Ik zit een beetje naar de afronding te kijken. Ik wilde heel even aan Corien vragen of zij nog in beeld wil komen. Misschien een brandende vraag voordat Roeland zeg maar een soort samenvatting, een wrap-up zou kunnen geven. Corien, heb jij een brandende vraag aan het publiek? Er zijn, er zijn brandende vragen uit het publiek, klopt. Maar ik zie dat de meeste vragen toch wel heel erg gaan over, ja, hoe worden die buurteams dan vormgegeven? Wat wordt precies hun functie? Hoe blijft dat met jongere werkers? Hoe wordt dat erin opgenomen? Nou ja, ervaringsdeskundige inzet, meer van dat soort vragen. Dus die liggen eigenlijk misschien niet zozeer bij Roeland, die vragen. Nee. Je mag wel. Bij de gemeente. Maar nou, Rob, misschien wil jij. Ik ga ze nu niet beantwoorden, maar je kunt ze doorgeleiden. En dan kunnen we ze beantwoorden. Ja? Het lijkt mij handig, want er wordt een verslag gemaakt van deze webinar. En het lijkt mij handig om ook wat websites erin te zetten. Dus Rob, als jij aan ons wat tips kan geven, dan kunnen we die ook meesturen aan alle 67 mensen die het nu inzetten. Dat lijkt me hartstikke fijn. En dan zou eerder mijn afsluitende vraag zijn aan Roeland. Wat kun je de gemeente Amsterdam meegeven aan... we beginnen gewoon op 1 april 2021 met die buurteams. En als het dan gaat over armoede en dichtbij. Ja, wat zijn nou echt de allerbelangrijkste punten die je de buurteams meegeeft? De eerste die bij mij binnenschiet is een hele platte, maar wel heel erg belangrijk, denk ik. En dat is, als gevolg van corona krijgt de gemeente Amsterdam, als ik de geruchten mag geloven, te maken met een overschrijding van de budgetten van 350 miljoen euro. Die pijn wordt voor een deeltje misschien wel door het Rijk verzacht. Maar ga in vredesnaam niet bezuinigen op de sociale infrastructuur. Stel desnoods de aanleg van een paar nieuwe kades of de aanleg van een brug over het IJ even uit. Maar ga dit niet doen, omdat we weten uit de vorige crisis dat we, als we dat gaan doen, we eigenlijk alleen maar meer ellende aan het veroorzaken zijn dan aan het oplossen zijn. En ik ken het gemeentebestuur inmiddels denk ik goed genoeg om te mogen hopen dat ze het niet gaan doen. Hoeveel 350 miljoen ook is. Dus dat is de één. Twee is, blijf rustig bij het kijken naar wat zich ontwikkelt in die buurteams. Dus ga niet heigerig achter al dan niet voorgenomen doelstellingen aan, om maar voor de verkiezingen van 2022, hè, gemeenteraadsverkiezingen, te weten of je wel of niet gescoord hebt. Geef ze de tijd. Ja, ze moeten laten zien dat ze kwaliteit bieden, blijven bieden. Dat ze betere kwaliteit nog gaan leveren. Want zoals Don al zei, het kan altijd beter. Maar maak er niet een soort van prestatiewedloop van. Want het gaat ook over het elkaar leren kennen. Het gaat ook over samen gaan werken in nieuwe contexten. En we mogen blij zijn, wat mij betreft, dat er een duidelijke trekker is. Dat er een duidelijke landingsplaats is voor iedereen. Dat er een organisatie is die staat in alle stadsdelen. Die dat kan gaan vormgeven. Dat is allemaal winst, wat mij betreft. Zeker in deze context. Maar we kennen ook politici als mensen die graag willen vertellen hoe goed ze het gedaan hebben de afgelopen jaren. En laten ze niet voor die verleiding zwichten.
Dat zou wat mij betreft een hele overal... Een hartekreet. Ja, bijna wel, ja. Mooi, ja, dankjewel Roeland. Ik wil je bedanken. Ik zou de andere mensen vrij willen vragen om nog even in beeld te komen. En dan wil ik Esmeralda vragen of zij nog een poll wil doen om even aan de mensen te vragen wat ze van deze bijeenkomst vonden. Ik zelf ben onder de indruk. Een wake-up call zeker, een hartekreet. En ik zou eigenlijk Roeland je willen vragen of we dit na de zomer nog een keer gaan doen. Als Irene iets verder is en wat meer ervaring heeft kunnen opdoen. En we misschien ook, wat we nu niet hebben kunnen doen, is wat dieper ingaan op het thema armoede. Hè? Hoe ga je nou om met iemand met gulden en financiële problemen? En om welke doelgroepen gaat het dan? Ik zag ook dat er behoorlijk wat vragen gingen over jongeren, ouderen, ongedocumenteerde asielzoekers. Dus ik hoop dat je het leuk zou vinden om na de zomer dit nog eens te doen. En misschien met dezelfde mensen. Zou jij de poll erin willen zetten om te vragen wat mensen ervan vonden van deze bijeenkomst en of ze het ook leuk zouden vinden om na de zomer een keer aan te sluiten? Daar is hij. Wat vonden jullie van deze masterclass, dit webinar? Zouden jullie dat nu in willen vullen? Top, oké, matig en geen mening. Top is ruim 50%, oké is 39%, matig zijn 3 mensen en geen mening is 1 iemand. Ik denk dat dit toch wel uitnodigt tot 90% die tevreden zijn. Dank jullie wel. Een hele fijne zomer. Graag tot na de zomer. En... Dankjewel. Succes allemaal. Dankjewel allemaal. Dankjewel. Dank jullie allemaal. Oké.